We staan hier bij het huis van mijn oom, Piet Jongeling, alias Piet Prins. Hier heeft hij de langste tijd van zijn jeugd gewoond, samen met zijn moeder en zijn twee zussen. Ze hadden daar een winkel in kruidenierswaren, bezems, klompen, handdoeken, theedoeken, etc. etc. Piet Prins en zijn zussen moesten wel meehelpen in de zaak, want oma was alleenstaand en er moesten boodschappen rondgebracht worden, dus dat deden de kinderen veelal. Dus hij hielp wel mee, maar ook wel bij zijn opa in Sint-Vitusholt op de boerderij, op het land. We staan hier voor het huis van opa Niemeyer, de opa van Piet Prins, alias Piet Jongeling. En nadat zijn vader is overleden en zij in Berkel woonden, zijn ze teruggekomen naar Winschoten en hebben ze de eerste tijd bij opa en twee tantes gewoond, tante Dien en tante Jantje. Hij, zijn moeder en zijn twee zussen. Hier in deze tuin stond de 100-jarige boom en daar vertelde Piet 's avonds altijd verhalen aan zijn zusje. Dan gingen ze samen in de boom zitten en dan vroeg hij: waar wil je een verhaal over horen? En dan mocht zij zeggen waar het over ging en dat vertelde hij. Nou, over jongensavonturen of indianen of bruine jongetjes of wat ze maar zei, wat ze maar bedacht. We staan hier bij een witte woning. Wat is dat voor een huis? Dat is het eerste huis waar Piet Prins, alias Piet Jongeling, heeft gewoond nadat zij weer in Winschoten zijn komen wonen. Nadat ze bij opa ingewoond hebben en hebben ze voor het eerst hier zelfstandig gewoond. Dit is het tweede huis waar Piet Jongeling met zijn moeder en zijn twee zussen gingen wonen toen zij vanuit Berkel weer naar Winschoten kwamen. Ik praat over het tweede huis nadat ze bij opa en de tantes weggingen.